bedoeling dat we op die manier het publiek trekken. En daar ga ik het ook een beetje over hebben. Op mijn YouTube-kanaal. Ja. Is dat officieel? Officieel van wat? We zijn hier gewoon vrienden bij elkaar. Ik heb even wat voorbereid geschreven, maar ik zal het proberen te losse pols te doen. Nou, goed om veel van jullie te zien. Een redelijk publiek. Er zijn drukkere borrels geweest, er zijn ook vaak veel minder drukkere borrels geweest. Maar veel nieuwe gezichten moet ik ook zeggen. Oude gezichten die ook weer verdwijnen, zit er laatst hier natuurlijk. Voor sommigen van jullie is het de eerste keer dat jullie zo'n bijeenkomst bijwonen zoals dit. Voor sommigen van ons is dit al de zoveelste. Voor sommigen is het al tientallen jaren de zoveelste. En het valt mij altijd op dat het allemaal een beetje in een los zand blijft. Het is allemaal heel gezellig en we drinken een biertje samen, maar uiteindelijk wat komt er allemaal uit voort. Niet genoeg, maar dat is niet per se waar ik het over heb. Dat wil ik alleen even een introductie geven van netwerk met elkaar. Kijk wat jullie samen met elkaar kunnen opbouwen. Omdat losse zand toch tot een beetje een leuke vleescultuur op de strand te maken. Je weet wel van die wedstrijden die ze af en toe hebben met al die vormen. Maar het idee is samen klonteren en zelf ideeën. Ik zie hier al mensen bij elkaar klonteren. Daar, dat er echt iets van een beweging samenkomt. Want dat is wel dus noodzakelijk. Oké. Oh. In gesprek met een linkse kennis recentelijk confronteerde hij mij met het feit dat niemand naar onze grieven, zijn de rechtse nationalistische kritiek op de samenleving, zal luisteren zolang wij niets te bieden hebben. En dat bedoelde hij in heel brede zin, dat wij electoraal, economisch en cultureel niets te bieden hebben. Daarin heeft hij gelijk. Deze beweging bestaat in zekere zin uit los zand, met veel zandkorrels met een eigen idee over hoe dingen moeten veranderen, maar die zich nooit kunnen verenigen tot een zandstorm. We kunnen geen vuist maken. Zelfs wij weten niet eens met hoeveel wij zijn. Niemand weet hoeveel Nederlanders het met ons eens zijn of ten dele genoeg om ons tenminste te steunen. Maar ik ben ervan overtuigd dat alle blanken tot deze ideeën te bekeren zijn. En dat is voor links een angstbeeld. Zij vrezen dit ook. Anders zagen zij niet de noodzaak om constant nationalistische meningen te censureren en mensen van de jongs af aan er tegen te indoctrineren. Want uiteindelijk zijn onze ideeën in het eigen belang van blanken. Wij vertolken de tradities van millennia en onze ideeën staan dichter bij de natuur. Het huidige liberale linkse systeem van de laatste 70 jaar is een enorm sociaal experiment dat steeds verder haar tegennatuurlijke aard toont en hopelijk ten onder zal gaan aan haar weigering de menselijke natuur te erkennen. Maar het zal niet ten onder gaan zonder slag of stoot. En daarom is er de noodzaak een echte beweging te bouwen opdat wij druk op het systeem kunnen uitoefenen. Een eerste stap daarin is een gemeenschap bouwen. Niet iets dat per se een noodzakelijk doel heeft, slechts een groep gelijkstemmende. En dat is wat wij hier met elkaar zijn. En daarmee kom ik eigenlijk waar ik het echt over wil hebben vanavond. Want het spreken over organisatie en wat wij kunnen doen en activisme en zo, dat laat ik aan anderen die praktischer ingesteld zijn. En ik zal het wel hebben wat over meer filosofische en dergelijke concepten. Dat is denk ik ook meer mijn rol in deze beweging. Om me meer bezig te houden met filosofie en dergelijke. Maar waar ik het over wil hebben is het overwinnen van angst. Ik zei net dat niemand weet met hoeveel wij zijn en dat heeft te maken met het feit dat veel van ons niet gevonden willen worden. Iedereen merkt dat nationalisme groeit de laatste jaren. En mocht u dat niet gemerkt hebben, dan hoeft u maar een krant open te slaan. De hysterie over opkomend populistisch, extremistisch, fascistisch rechts en ga zo het rijtje maar af, staat luidkeels op elke pagina verkondigd. Dat mensen niet altijd bekend willen zijn is niet onlogisch. Afwijken van de liberale doctrine wordt bestraft. Het vergt een vrij sterke wil om tegen iedereen in aan je overtuigingen vast te houden. Er is een soort inverse correlatie tussen opleiding en angst. Hoe hoger de opleiding, hoe succesvoller men is in het leven, hoe banger men lijkt te zijn om openlijk uit te komen voor nationalistische denkbeelden. En dat terwijl wij juist intellectuelen, de academici, de hoger opgeleiden moeten aantrekken, want zij kunnen ons gedachtegoed niet alleen beter verwoorden, maar zij verlenen dan aan het volksnationalistische gedachtegoed ook een prestigieuze imago. Het is nog steeds veel te makkelijk om nationalisten af te schilderen als tokkies en skinheads,
ondanks dat er een heel lichaam aan filosofie aan deze nationalistische beweging ten grondslag ligt. Een weltaanschouwing, een wereldbeeld. Er zit veel meer diepte in nationalisme dan het oppervlakkige zogenaamde rancuneuze naar buitenlanders. En dat is ook waar ik mij dus juist bezig mee hou, met dat proberen uit te leggen. Goed. Onze overwinning begint in de geest, in het hoofd. Ik merk vaak van medenationalisten dat zij wel haast excuses willen maken voor hun gedachtegoed. Dat zij bang zijn om eerlijk uit te spreken wat zij vinden. Zelfs naar andere nationalisten toe, maar zeker naar hun eigen familie, vrienden en collega's. Wij moeten niet accepteren dat men onze ideeën poogt af te doen als wat extreme noties gebaseerd op onterechte rancune naar minderheden. De ideeën die wij verdedigen van familie, van stam, van natie, van traditie en cultureel behoud zijn logisch en zelf-evident. Zij volgen de logica van de evolutie. Het zit in de mens ingebakken om tribaal te zijn. Wat wij verkondigen is gebaseerd op duizenden jaren doorgegeven ervaring, op het meemaken van de multiculturele praktijk, en we worden zelfs door de moderne wetenschap in het recht gesteld. De moderne wetenschap heeft zeker de laatste 10 jaar getoond dat alle zogenaamd ouderwetse en racistische ideeën over religie, familie, gezin, tribale samenleving, over de verschillen tussen etnische groepen, dat die allemaal kloppen. Goed. Links verkondigt luchtkastelen. Gevaarlijke luchtkastelen, die ons de afgrond intrekken als volk en als civilisatie. En het is niet extreem om de tradities en gebruiken die over de millennia ontstaan zijn in stand te houden. Het is niet extreem om te kiezen voor eigen familie, eigen volk boven vreemdelingen. Het sociale experiment dat alle noties verwerpt dat de mens een dier is en dierlijke instincten heeft. Het idee dat de persoonlijkheid, volk en cultuur te construeren zijn, dat is extreem. Dit neoliberale en cultuurmarxistische systeem dat alles atomiseert en vervreemdt, dat alle gezin van gemeenschap, eigenheid en identiteit poogt uit te wissen uit naam van economische groei en even geloof in de goedheid van de mens, dat is extreem. Daar begint het mee. Je moet jezelf niet zien als extreem, maar als een vertegenwoordiger van onsterfelijk idealen, van wat de historische norm is. Wij zijn dragers van wat was en zal zijn. En een deel van een groter geheel. Wat ik bedoel te zeggen is, niets dat wij als volksnationalisten zeggen zou 100 jaar geleden raar zijn, of 500 jaar geleden, of 1000 jaar geleden. Het zou allemaal de norm zijn voor iedereen. En het is juist nu, de laatste 60, 70 jaar, dat dit vreemd is geworden. En ik zou niet eens zeggen per se de laatste 60, 70 jaar, want zelfs onder de bevolking nu leven er nog wel bepaalde assumpties die het met ons eens zijn. Alleen zijn die verdrukt door de mainstream cultuur. En iedereen opereert nog ongeveer langs de principes alsof deze manier van leven nog steeds geldt. In de zin dat iedereen altijd nog steeds logischerwijs zijn eigen volk kiest. Dat ziet men in White Flight. Men altijd nog steeds zijn eigen familie verkiest. Uiteraard, dat ziet men in het in hoe men zijn kinderen van zwarte scholen haalt enzovoort. Men opereert nog steeds volgens diezelfde logica, alleen men doet alsof het niet waar is. Goed. Wat belachelijk genoeg de mainstream mag heten tegenwoordig, zij hebben ideeën zonder historische meritus. Zij hebben ideeën die niet getest zijn door de tand des tijds, zoals traditie. Hun ideeën zijn niet onderbouwd door wetenschap. Ze zijn niet coherent met de dagelijkse ervaring van mensen. Het is een enorm sociaal experiment, deze moderne maatschappij. Dus zeg ik, verwerp de liberale moraliteit van de media en politiek die je altijd willen dwingen je te verontschuldigen voor je ook maar iets zegt. Sorry voor de slavernij, sorry voor de patriarchie, sorry voor de kruistochten. Geen excuses. Het verleden is het verleden en wij willen vooruit. Wij hebben aan niemand excuses aan te bieden. We leven in het hier en nu. En het begint met jezelf sterken en je wil harden. En dan moet de boodschap uitgedragen worden, genormaliseerd. Hoe meer onze boodschap gehoord wordt, hoe meer mensen gedwongen zullen zijn op zijn minst de positie te overwegen en een tegenargument te formuleren. En zat mensen die het ermee eens zullen zijn. Dit is exact waarom men nationalisme geen enkel platform gunt. Als 1000 mensen het horen, zullen er altijd wel 10 of 20 zijn die erin meegaan en het ermee eens zijn. En die 10 of 20 die verspreiden op hun beurt weer de boodschap aan hun vrienden en hun familie. En die moeten dan weer met de posities omgaan en overwegen. En soms zijn ze het eens en soms niet. En op die manier groeit het gedachtegoed. En dat is precies waarom men absoluut weigert een platform te geven aan volksnationalisten.
Goed. De denkbeelden van nationalisten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer wij iets vinden van het een of ander, staat dat altijd ergens in een krant. Dit is niet het geval met zeg wat communisten vinden. Niemand houdt er nauwlettend in de gaten wanneer communisten ergens iets over vinden. Waarom is dit het geval? Omdat wij, volksnationalisten, daadwerkelijk in staat zijn de massa te mobiliseren en te overtuigen. En de heerste onvrede aan te spreken. Omdat de huidige ideologie niet in staat is die onvrede aan te spreken. Want zij is verantwoordelijk voor die onvrede. En haar idealen zijn in conflict met het oplossen van die onvrede. Want die onvrede komt totaal voort uit dingen zoals massamigratie en het idee van de mens als een geconstrueerd iets, niet een positivistisch iets. De maakbaarheid van de samenleving in essentie. En het probleem is dat de maakbaarheid niet waarheid is, dat er gewoon harde waarheden zijn, net zoals zwaartekracht en evolutie, dat zijn harde waarheden, en met name evolutie speelt hierin een rol, dat waar men niet omheen kan, simpelweg. En dat hun fantasie, utopie ineens zal storten. En dus zijn zij niet in staat om die problemen aan te pakken, omdat het tegen een wereldbeeld ingaat. En daarom zijn wij de enigen die dat wel kunnen. Niet de liberalen, niet de linkse, niet de socialisten, niet de marxisten, de neoliberalen, de zogenaamde pseudoconservatieven. Die zullen het allemaal niet op kunnen lossen, omdat het tegen hun wereldbeeld ingaat om dit op te lossen. Goed. Instinctief weet iedereen dat de natuur en de wetenschap aan onze kant staan. Want dat is hun dagelijkse ervaring, dat zien zij. Zoals ik al zeg, ik ben ervan overtuigd dat iedereen tot ons gedachtegoed te bekeren is. Want het is logisch en het is in hun eigen belang. En uiteindelijk is het eigen belang voor ieder volk, niet alleen Europeanen. Want dit neoliberalisme zal de tradities en eigenheid van alle volkeren uitwissen. Van Arabieren, van Chinezen, van Japanners, van Afrikanen. Hun tradities zullen gecommercialiseerd worden, te koop aangeboden. Alles dat tegen de liberale gedachte ingaat, zal ook vernietigd worden. Dus voor elk volk is volksnationalisme een kwestie van zelfbehoud en eigenbelang. En wij hebben uiteindelijk maar aan onze voorouders verantwoording af te leggen. Want zij hebben ons de samenleving gegeven waarin wij nu leven. En wij hebben verantwoording af te leggen aan onze kinderen. Want zij zullen leven in de samenleving die wij aan hen doorgeven. En wat wij in ons leven hebben gedaan aan de samenleving, dat... En dat is wat wij als nationalisten voorstaan. Voor volk en vaderland. Dank u wel.